Het lijkt er sterk op dat Noor de Groot en Sander Kleinenberg definitief uit elkaar gaan. Ondanks eerdere geruchten over verzoening, lijkt het er nu op dat ze apart wonen volgens de laatste berichten. De vermoedelijke reden voor hun breuk is de affaire tussen Noor en Thijs Reumer, die eerder dit jaar nog werd bevestigd toen Thijs gezien werd bij Noors huis. Een buurtbewoner vertelde destijds aan Weekblad Story hoe Thijs zijn auto strategisch parkeerde, hintend naar clandestine ontmoetingen met Noor. Of de affaire tussen Thijs en Noor nog voortduurt, blijft een mysterie. Yvonne Koldewijer had eerder gesuggereerd dat Noor en Thijs grote plannen hadden voor de toekomst samen. Het lijkt er echter op dat Noor nu haar stories deelt vanuit een ander huis, wat doet vermoeden dat zij en Sander niet langer samenleven. Deze situatie is opmerkelijk gezien hun eerdere pogingen om hun relatie te redden, waarbij Sander vooral Thijs de schuld gaf van de affaire, beschuldigend dat Thijs zijn vriendschap misbruikte om Noor te verleiden. Nu lijkt het erop dat Noor en Thijs misschien hun eigen verhaal willen schrijven, nu zij en Sander uit elkaar zijn. Ze lijken te wachten tot de storm rondom Thijs wat is geluwd, zodat ze ongestoord verder kunnen gaan. De vraag blijft echter of Noor zal inzien dat een relatie met een omstreden figuur als Thijs haar mogelijk meer problemen dan geluk zal brengen.